opperste concentratie bij de 28-jarige kickbokster Sarah Geubel. De Wormer Veerse vecht in Alkmaar tijdens het gala van kickboksorganisatie Enfusion voor de wereldtitel tot 67 kilogram. En dat terwijl een aantal maanden geleden de motivatie nog ver te zoeken was bij Geubel. Ik ben net mijn eigen zaak begonnen en toen ging ik me gewoon daarop concentreren. En toen kwam corona en ik moest me gewoon focussen op mijn bedrijf om toch nog klanten te behouden ondanks die corona-allende. Toen belde Infusion met het aanbod en toen dacht ik van, dit kan ik niet laten lopen. Gelukkig schrok trainer Ibrahim Selak niet van het tijdelijk gebrek aan motivatie. Dat heb ik wel vaker gehad en dan is het aan de trainer om iemand toch wel een soort van een andere kijk van de medaille te geven, weet je. Nou, dat heb ik ook gedaan. Ik wist ze te overtuigen dat het gewoon een hele mooie kans is. En een wereldtitel, als je die er nog even bij kan pakken, is het natuurlijk prachtig. Het was wel moeilijk, want ik moest echt weer mijn mindset omschakelen, omdat ik eerst op mijn zaak was en nu weer op vechten. Maar het is gelukt. When there she is, Sarah Geubel! In een heerlijke partij tegen regerend kampioen Shayna Widdershoven trekt Geubel uiteindelijk aan het langste eind. Veel raken, stoten en schoppen van beide kanten, maar het is de jury die besluit dat Geubel wint op split decision. New champion of the world in the blue corner, Sarah Geubel! Ik had de eerste ronde, had ik helemaal geen zin in. Dacht ik echt, wow, oké, ik moet nog 4 rondes hierna. Ik dacht, oké, maar ja, ik ga maar aan mijn gameplay nou rustig bewegen. Inkomen, want ik ben een diesel altijd geweest. Ik kom pas los in de tweede, derde ronde. Dus eens even inkomen. En toen derde ronde, toen zei ik tegen mijn trainer, oké, ik heb hem, hè, want ze kan niet meer. Toen zegt hij, ja, nu moet je gas geven. En dat deden we. Ik ging er niet van uit, maar ik was wel echt zeker dat ik hem zou krijgen. Ja, maar nooit onderschatten, hè, tegenstander. Een prachtig einde van een toch wel bewogen periode voor de nieuwe wereldkampioen bij Enfusion. Het volgende doel van de Wormer Veerse is ook al bekend. Geubel wil in de toekomst opnieuw wereldkampioen worden, alleen dan in een lagere gewichtsklasse.